De vaste commissie Financiën en Planning van de Nationale Assemblée wil dat de regering binnen zeer korte tijd overgaat naar de afbouw van openmarktoperaties, OMO's. Volgens Assis Kumar Gayadin, voorzitter van de commissie Financiën en Planning, maakt dit financieel product van de Centrale Bank van Suriname dat er te veel SRD's in omloop worden gebracht. De parlementariër meent dat te veel SRD's in de samenleving bijdragen aan stijging van de wisselkoersen. OMO's dienen als een van de staatsobligaties. Gayadin zegt dat de regering moet gaan kijken naar andere mogelijkheden van staatsobligaties, zoals goudcertificaten en schatkistpapieren. Maar een van de zaken die hier gepresenteerd is geworden, voorzitter, voor de commissie, en dat is een wereldtrend. Ik heb het in de eerste ronde ook al aangegeven. Uitgifte van goudbouillons. En dat is de trend waar we naartoe gaan. Mensen beleggen vaak in fysiek goud. En die mogelijkheden hebben we. Wij zijn exporteurs van goud. En als we dat in werking kunnen stellen en binnen twee weken dat kunnen doen, en daarvoor zijn er mogelijkheden, dan moeten we dat doen. Mensen gaan zoeken naar zekerheden. En als men zekerheid zoekt om valuta te kopen, zodra je maar op de SRD de maakt bij valuta, kan men ook zekerheden zoeken in zo'n goudbouillon, omdat men weet dat dat een stabiele prijs is. En het gaat die richting al op als dekking. NDP-parlementariër Suwarto Mustaja vindt dat het instrument OMO functioneel is vanuit de centrale bank. Echter heeft de moederbank aangegeven dat er naast OMO's ook gekeken moet worden naar de kasreservepercentages en andere certificaten. En in het schrijven van de minister van Financiën, de dato 17 april, spreekt hij ook zelf van het overwegen van een nieuw beleggingsinstrument, het goud geïndexeerde certificaat. Daar is men nog steeds over bezig en de vraag is dan aan de regering. In hoeverre en binnen welke tijd we dat kunnen verwachten. Met andere woorden, de discussie over heeft OMO gewerkt of niet. We hebben daarover de zienswijze gehoord van de commissie van twee nu. Maar ook van de bank. Dus met andere woorden, is de regering van oordeel dat OMO in relatie tot dat koersenvraagstuk dus inderdaad op termijn zal worden afgebouwd. Het lijkt mij niet logisch te verwachten dat dat gebeurt. Ik heb juist begrepen in de stukken dat OMO plus al die mogelijkheden, beleggingsinstrumenten, kasreserve plus nog het nieuwe wat thans wordt overwogen. De NDP-parlementariër pleit ook voor afbouw van OMO's. Hij staat erop dat dit binnen 3 maanden gebeurt.